Ik ben Lieve, ik ben 27 jaar en werk als pedagogisch bachelor kinderbegeleider bij Stad Gent. Dit houdt in dat ik veel in de leefgroepen als kinderbegeleider mee aan de slag ga. Maar toch is het ook zo dat ik toch nog wel wat tijd doorbreng op het bureau om even tot mezelf te komen, te reflecteren, na te denken over waarop ik wil inzetten in de leefgroep. En die tijd heb ik ook wel nodig om mijn job goed te kunnen doen. Ik lees me dan in, ik krijg een coachingsvraag van een kinderbegeleider en werk die dan boven nog wel eventjes uit. De terugkoppeling gebeurt wel elke keer terug naar de groepen. Dat vertaalt zich in horizontaal coachen. Het is ook zo dat we samen zitten met de andere pedagogisch bachelor kinderbegeleiders. Dat we samen eens luisteren bij elkaar wie waarmee zit, waarmee bezig is. Het is een tikkeltje meer dan enkel in de groepen staan en meedraaien als een echte kinderbegeleidster. Ondanks dat dat ook een groot stuk van mijn job is, is er ook nog het andere luik. En dat geeft mij de uitdaging die ik nodig heb. Het hele leuke aan mijn job is dat ik hier niet gekomen ben om mensen met een vinger te wijzen of vanaf nu te komen zeggen hoe dat ze het moeten doen. Dat is ook helemaal niet hoe het werkt, hoe ik er zelf naar kijk. En ook heel fijn dat de stad Gent daar ook niet zo naar kijkt. En ik geloof ook niet dat het werkt. En net dat maakt dat ik heel laagdrempelig, heel rustig kon starten. Dat ik eigenlijk kon beginnen met alle dingen die al goed lopen in de kinderopvang. Er zijn heel veel mensen die met heel veel kwaliteiten hier aan de slag gaan. En ik wilde dat ook heel erg behouden. En van daaruit wil ik graag mee de kwaliteit in de kinderopvang naar omhoog trekken. Ik ben ongelooflijk graag met mensen en met kinderen bezig. Ik vind dat gewoon ontzettend boeiend en dat is gewoon ongelooflijk fijn dat ik mijn passie voor jonge kinderen kan combineren met het coachende daarin, met mensen in gesprek te gaan, luisteren naar wat er speelt. Dat vind ik de max.